Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. Voor het eerst in maanden ongeveer speelt Feyenoord eens een keer geen midweekse wedstrijd. En daarom ruim baan om weer eens een keer een selectiespeler op afstand in onze studio te ontvangen. Dat is dit keer onze gladiator centraal in de verdediging, Marcos Senesi. Ja, Marcos, prachtige beelden. Wat denk jij als je deze beelden ziet? Nada, contento de todo lo que viví acá dentro, de todo lo que estoy viviendo acá, así que nada, disfrutándolo al máximo. Ja, want dat is al heel wat, Marcos. Inmiddels deze week was je precies anderhalf jaar in Rotterdam, anderhalf jaar bij Feyenoord. Ben je al een beetje Rotterdammer inmiddels? Sí, desde que llegué me han tratado muy bien y me he adaptado muy rápido a la ciudad. Creo que es muy linda y la estoy disfrutando mucho. Así que nada, ya conozco muchos lugares acá en Rotterdam que son muy lindos. Je hebt vast ook wel wat Rotterdamse of in ieder geval Nederlandse woorden geleerd van je ploeggenoten. Wat zijn dat voor woorden? Sí, algunas palabras, pero más que nada dentro de la cancha y después quizás saludar en el día a día. Así que no, mi holandés no es muy bueno. We kennen je ook wel als iemand die vasthoudt aan Argentijnse gebruiken. We zagen een foto van je op je Instagram-kanaal met een maté in je hand en een gigantische Argentijnse barbecue volgens mij op dat kleine balkon. Y nada, siempre es muy rica. La verdad que me gusta mucho hacer asados. Conocí una familia argentina que vive en Rotterdam hace 20 años que también que los conocí. Tenemos una relación muy linda y de vez en cuando nos juntamos a comer un asado también que bueno, pasamos mucho tiempo juntos. Ja, en ook inmiddels een behoorlijke Zuid-Amerikaanse enclave bij Feyenoord. Zijn die jongens ook vaak bij jou op het balkon te vinden voor je barbecue? Ah, me habías preguntado por el balcón. Es eléctrica, no puedo decir que es a carbón, pero yo digo que es eléctrica. Sí, vienen muchos argentinos, o sea, muchos amigos que he conocido que juegan al hockey acá, profesional, que juegan el seleccionado de Argentina, así que nada, se generó una buena conexión de argentinos acá dentro de Rotterdam. We zagen laatst in die mooie documentaire over Luis Sinisterre dat hij vaak bij jou over de vloer komt. Geldt dat ook voor Lucas Prato, een landgenoot die sinds afgelopen winter natuurlijk hier in Rotterdam is? Ontferm je over hem? Sí, nos juntamos mucho los tres. La verdad que muy de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana comemos juntos. A Lucas lo tengo en el mismo edificio, así que de vez en cuando voy a molestarlo yo a él. Y nada, creo que generamos una muy linda amistad. Mooi, wat ik al zei, deze week precies anderhalf jaar bij Feyenoord. Hoe kijk je terug in zijn algemeenheid op dat anderhalf jaar? Ah, la verdad es que muy, muy lindo, me sentí muy cómodo. Creo que gané la continuidad que venía queriendo. Creo que vengo haciendo las cosas bien, que es lo más importante. Quizás, bueno, con todo esto del coronavirus se complicó todo un poco a nivel ganar alguna competencia. Este año también está siendo difícil, así que nada, contento por todo lo que vengo viviendo y por la experiencia que estoy teniendo acá y lo estoy disfrutando mucho. Ja, goede lijn doorgetrokken. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Op welke manier heb je je specifiek ontwikkeld? Sí, creo que quizás un poco al principio fue difícil por el tema de, bueno, del idioma, pero en ese momento me ayudó mucho Renato Tapia y Luis a adaptarme, a meterme dentro del grupo. Creo que eso también fue bastante rápido y me adapté bien. Después, bueno, el pasar de los partidos me dieron más confianza, me sentí más cómodo, empecé a jugar y bueno, después todo esto que viene pasando, que siento que sigo mejorando y que tengo que seguir mejorando para poder estar a la altura.
Ja, zie je jezelf ook echt een betere voetballer worden? Sí, sí, sí. Siento que desde que llegué ahora estoy con más confianza, me siento mucho mejor físicamente. Nada, llevo los partidos muy bien. Creo que eso es muy importante, que no siento la sedilla de partidos, así que nada, estoy muy contento de mi presente. Ja, genoeg goede wedstrijden inderdaad al gezien. Wat is je absolute hoogtepunt geweest in die anderhalf jaar? Y el momento más bonito hubiese sido haber jugado mi primer final con Feyenoord. La verdad que llegué, las cosas fueron difíciles. Creo que peleamos mucho por haber llegado a una final y con todo esto del virus se nos suspendió. Y este año está siendo un poco irregular y nada, teníamos la ilusión de lograr cosas importantes otra vez, de estar en la misma pelea que el año pasado, así que nada, no sabría decirte bien cuál es el momento más bonito, creo que vamos partido a partido y nada, esperemos poder lograr cosas importantes en el futuro para el club. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. We denken er allemaal over wat als dat seizoen verder was gelopen, maar je doelpunten die je hebt gemaakt, of een aantal doelpunten, ja, dat zijn hoogtepunten op zich. Je hebt hele belangrijker gemaakt, maar ook vooral hele mooie. Hoe kijk je daarop terug? Creo que fue un poco raro. La verdad que hice dos goles muy bonitos, muy, muy lindos, que nada, que quizá en el momento no tomé la dimensión de lo que habían sido y pasado los días me di cuenta de la repercusión que tuvieron esos goles, que nada, la verdad es que fueron dos goles completamente distintos y muy lindos. Ja, we spraken hier toen ook omdat je de doelpunt van de maandverkiezing uiteraard won toen. Je zei toen al, ik maakte wel eens een doelpunt in Argentinië, vaak met het hoofd. Maar in Argentinië hebben ze ook geen idee dat ik dit soort doelpunten kon maken. No, la verdad es que creo que en San Lorenzo he llegado a jugar 80 partidos, creo, profesional ahí. Y nada, había hecho solo un solo gol, me había errado mucho, creo que el arco lo estaba muy cerrado y desde que llegué a Feyenoord se me abrió el arco, estoy empezando a hacer goles y bueno, si son bonitos mejor y si las tengo que empujar mejor todavía porque es más fácil. Ja, dat zijn de mooie momenten. De mindere momenten moeten toch wel de afgelopen weken zijn geweest. 4 wedstrijden zonder zegen, hoe beleef jij dat? Es una racha que va a pasar. Va a pasar, creo que uno tiene que saber que estas cosas pasan y ser fuerte mentalmente para salir adelante. Se vienen partidos también importantes, ahora tenemos que ganar el sábado, después se viene otro clásico, creo que hay que ir partido a partido, como te dije antes. Y empezar a volver a la racha de victorias, que es lo que hace que el grupo esté contento todos los días. Ja, onder meer zaterdag mee te beginnen tegen VVV, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar we kennen jou inmiddels als echt, nou wel, een absolute winnaar. Dat moet toch ergens aan je vreten als er dan weken niet gewonnen wordt? Sí, sí, me molesta. Creo que todos queremos ganar. Hay cosas que quizá no se nos escapan un poco. El hecho de que quizás no hicimos las cosas bien, entonces tenemos que ser autocríticos y saber que hay que cambiar un poco el camino y ser un equipo sólido de nuevo, que era lo que habíamos logrado hace un tiempo, y volver a la senda de la victoria. Obviamente a mí me encanta ganar, me enoja cuando empato un partido, me enoja cuando pierdo más todavía, pero bueno, no podemos seguir mirando eso, tenemos que mirar para adelante y empezar a ganar los partidos que es lo importante para entrar a la Europa League o Champions. Precies, een mooi moment om daar zaterdag mee te gaan beginnen. Daar gaan we het later over hebben. Ook over de prachtige fotoshoot die Marcos deed voor het nieuwe Feyenoord Magazine. Dat gaan we doen na de break. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord. Met bij ons in de studio, of tenminste op afstand, Marcos Senesi. Hij siert de prachtige cover van het nieuwe Feyenoord Magazine vanaf vandaag bij alle legioenleden op de mat. En wij namen een kijkje achter de schermen.
Enorm indrukwekkende beelden, Marcos. Hoe was dat om te doen? Sí, sí, impresionante y me sorprendió. La verdad es que fue un momento muy divertido. Me costó un poco ponerme serio porque es algo raro, es algo distinto. Así que nada, fue muy, un momento muy divertido. Waarom? Omdat je zo'n gek pak aan moest trekken? Sí, sí, no me lo esperaba ni un poco. La verdad es que me sorprendieron y fue divertido. La pasamos bien y fue un momento que nada, que me tuve que poner serio en algún momento para poder hacerlo bien. Ja, en het past ook wel bij je, want op de prachtige foto's zien we een tatoeage op jouw rug. Een gigantische Romeinse soldaat. Nou, eigenlijk een beetje zoals jij hier staat afgebeeld. Sí. La verdad es que siento que nunca hay que darse por vencido, que siempre hay que seguir para adelante. Más allá de la adversidad, creo que uno tiene que tener la mentalidad ganadora, la mentalidad fuerte para poder salir de cualquier situación que se afronte, sea en el fútbol como sea en la vida. Ja, en je vader noemt je volgens mij vaak een gladiator. En bedoelt hij dat daar ook mee? Sí, también mi papá creo que fue el que no sé si fue él, pero fue de los que me empezó a decir así. Y nada, también terminó el tatuaje por culpa de él, terminó este tatuaje gigante en la espalda. Ja, vond je vader hem ook mooi, die tatoeage? Sí, le gustó. La verdad que se sorprendió cuando lo vio porque él no sabía nada, me iba a ir a hacer otra cosa en la espalda y terminé volviendo a casa con un tatuaje gigante de un gladiador. Así que no lo podía creer. Je zegt in het interview onder meer dat je ja, net als een gladiator alles doet om te winnen of in ieder geval niet te verliezen. Op welke manier komt dat tot uiting? Nada, creo que nunca me doy por vencido. Creo que más allá del resultado, uno tiene que tratar de seguir yendo para adelante, tratar de bueno, en mi caso, defender de la mejor manera, tratar de brindar seguridad al equipo, que darle al equipo la seguridad de atacar tranquilamente, que sabe que la defensa va a estar sólida, pero bueno, uno a veces cuesta hacer el trabajo bien de vez en cuando. Así que nada, creo que también aportar desde el lado que pueda, tratar de ayudar al equipo lo mejor posible. Ja, maar wat dat betreft ben je geen typische Zuid-Amerikaanse verdediger. Je bent geen schoffelaar. Je hebt dit Eredivisie-seizoen slechts 2 gele kaarten. Je hebt meer doelpunten gemaakt. Sí, lo soy. Es más, no soy un jugador que tenga muchas tarjetas amarillas. Creo que eso también es bueno. Defiendo de una forma limpia. A veces, bueno, toca alguna que otra jugada un poco más agresiva, pero creo que lo importante es saber que tenés un jugador que te va a estar todos los partidos en la cancha y que va a ser lo mejor para el equipo. Ja, wat dat betreft is je karakter op het veld en buiten het veld best wel verschillend. We hebben je ook wel leren kennen als een heel zachtaardig persoon. Es que yo soy una persona muy tranquila, no quizás en la cancha tengo otra mentalidad, otra no sé si otra mentalidad, sino otra actitud, porque no la verdad es que no me gusta perder a nada, no me sienta bien perder, no lo digiero, me cuesta algunos días a veces digerir la derrota y quizás fuera de la cancha soy una persona más tranquila, más calma, más callada, que me gusta disfrutar mucho el tiempo con familia. Een van je trainers is John de Wolf, die pakte wel af en toe een kaartje in het veld vroeger. Hoe is het om met hem te werken? Wat leer je van hem? Nou, la verdad es que muy bien. Tengo un muy buen diálogo con John, pero bueno, él podía pegar porque no tenía el VAR. Él todo el tiempo me dice que esté con el cuchillo entre los dientes y siempre vemos videos de los delanteros, me envía los videos de los delanteros, entonces como que estamos en constante comunicación. Ja, je ontwikkelt je razendsnel, daarom is het ook niet verrassend dat het gaat over jouw toekomst, over eventuele transfers. Hoe ben jij daar zelf mee bezig? Wat doet dat met jou dat daar nu al over geschreven wordt? Lo vivo muy tranquilo porque sé que son solo rumores. Es algo que también lo maneja mi representante. Igualmente yo estoy enfocado acá, en Feyenoord, en hacer las cosas bien, en rendir, en demostrar por qué quizás esos rumores están. Creo que tengo que seguir trabajando, seguir mejorando en un montón de aspectos que quizás en algún momento se pueda llegar a dar otro paso. Heel goed. Een van de andere dingen in de nabije toekomst is de Copa América. En nu wil toeval dat afgelopen week
de bondscoach Lionel Scaloni zich positief over jou heeft uitgelaten. Je wordt al een tijd gevolgd. Je bent een interessante speler om misschien mee te gaan naar dat toernooi in eigen land. Ja, dat is wel lekker. Sí, obvio, obvio que es un sueño poder llegar a vestir la camiseta de mi país, de la selección. Creo que el técnico que haya dicho eso es algo muy importante y saber que estoy en sus planes me da una motivación extra para seguir mejorando y demostrando de que puedo estar a la altura de representar a mi país. Ja, maar ook de Olympische Spelen komen eraan in Tokio. Het kan een drukke zomer voor je gaan worden zo. Sí, la verdad es que también podría ser un calendario bastante intenso, pero bueno, donde me toque estar, daré lo mejor de mí, que vestir la camiseta de la selección es un privilegio. Ja, en waar je moet zijn is eerst komende zaterdag in de Kuip, want dan gaat Feyenoord spelen tegen VVV Venlo. Na 4 uitwedstrijden op rij is Feyenoord zaterdag weer actief in de Kuip als VVV Venlo op bezoek komt. Feyenoord moet winnen om niet verderop te raken in de race om Europees voetbal en treft zaterdag de nummer 15 in de Eredivisie. VVV Venlo verloor afgelopen zaterdag met 4-1 van Vitesse en werd 3 dagen later in de halve finales ook uitgeschakeld door de Arnhemmers. Eerder dit seizoen waren we met 3-0 te sterk in Venlo door 2 goals van Jens Toornstra en 1 van Steven Berghuis. Feyenoord en VVV staan zaterdag in de Eredivisie voor de 23e keer tegenover elkaar. En van onze 22 eerdere edities won Feyenoord de 14, speelde 5 keer gelijk en 3 keer leden we een thuisnederlaag. Onze laatste thuiswedstrijd tegen VVV was op 6 december 2018 en toen wonnen we met overtuigende cijfers. Brian Linssen kan zaterdag voor de 300ste keer in de Eredivisie in actie komen en van zijn 299 competitiewedstrijden speelde hij er tussen 2010 en 2013 70 voor VVV. Brian maakte al in zijn gespeelde competitiewedstrijden 93 doelpunten en dat is van alle huidige Eredivisie-spelers het meest. Steven Berghuis heeft ook een verleden in Venlo. Feyenoord's captain speelde in 2012 op huurbasis 16 competitiewedstrijden voor VVV. Georgos Giakoumakis is de man om in de gaten te houden. De VVV-spits is dit Eredivisie-seizoen de meest waardevolle speler met 23 goals en 1 assist. Steven Berghuis volgt hierna met 13 goals en 9 assists. Erik Botteguin is voor Feyenoord vaak belangrijk geweest met doelpunten uit spelhervattingen. Zijn eerste in de Eredivisie maakte onze Braziliaanse verdediger als speler van NAC Breda op 28 oktober 2011 tegen VVV. Feyenoord VVV Venlo gaat zaterdag 6 maart om 4:30 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van der Graaf. Deze wedstrijd is live te zien op het tweede kanaal van ESPN en hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. We sluiten af met een bijzondere Feyenoord VVV uit het seizoen 2010-2011 toen het legioen zijn onvoorwaardelijke liefde in Feyenoord uitsprak. Een bijzondere wedstrijd. Ik denk dat eerlijk gezegd alles erover is gezegd en geschreven en getoond wat je maar zou kunnen bedenken voor aanvang van een competitiewedstrijd. Laten we het er maar op houden dat dit twee ploegen zijn die er niet al te best voor staan met 1 groot verschil. Bij VVV misschien uitgezonderd de voorzitter. Had men daar al rekening mee gehouden. Maar bij Feyenoord op deze manier vanzelfsprekend niet. En bij veel clubs als het slechter gaat, zie je steeds grotere lege gaten op de tribune. Bij Feyenoord gebeurt precies het omgekeerde. Ja, mooie statistieken. De twee topscorers van Nederland tegenover elkaar in de Kuip komende zaterdag. Jij staat dus tegenover Georgios Giakoumakis. Heb je daarover nagedacht? Die topscorer van scoren afhouden dit keer? Sí. Ahora en estos días vamos a estar viendo, analizando videos con John para tener más información sobre, bueno, Giakoumakis y después también de los demás delanteros que tiene el Venlo. Belooft sowieso Marcos ja, altijd een lastige wedstrijd te worden, want VVV zal zich waarschijnlijk gaan ingraven. Hoe kijk jij daarna? Wat verwacht je voor Pot zaterdag? Nou, si ellos se van a defender, nosotros vamos a tener que atacar como tenemos que atacar en todos los partidos. También tenemos que estar atento en las líneas defensivas por
algún que otro contraataque y que no nos hagan un gol ellos primero porque va a ser el partido un poquito más complicado si no. Mooie dag om weer te beginnen met winnen, toch? Es así, hay que volver por la senda de la victoria. Super Marcos, dankjewel. Heel veel succes en we zien je morgen in de Kuip en snel weer terug bij ons op tv ook. En jullie bedankt voor het kijken. Maandag zijn we natuurlijk weer terug op ESPN. En dan gaan we nabeschouwen op dat duel van zaterdagavond. Feyenoord tegen VVV. Bedankt voor nu, goed weekend en graag tot maandag. En dan de ruimte voor Jurgensen, die doorgaans daar wel raad mee weet. Zeker vorig seizoen, maar nu ook op het moment dat het er echt toe doet. Schiet hij die bal trouwens mooi kort. Waar lang logischer leek. Vrije treffer van Jurgensen in de 54e minuut. Band gebroken. De opluchting in de Kuip is groot en dat is ook wel logisch. El Amadi. Castaños, El Amadi. Wijnaldum door. Ontsnapt aan Fleuren. Wijnaldum. Ontsnapt aan. En hij zit erin. Jorginho Wijnaldum breekt de bal in de Kuip. En eindelijk, alsof de ploeg het kampioenschap binnenhaalt, valt er een goal en komt Feyenoord op voorsprong. De opluchting is compleet in Rotterdam. Tjongejonge, wat heeft het geduurd en tjongejonge, wat heeft Feyenoord ervoor moeten ploeteren. Maar uiteindelijk is het Wijnaldum die hier zorgt voor meer dan opluchting. Martin Zindi, El Amadi. Guidetti, El Amadi, mooie aanval. Prachtig doelpunt hoor. Guidetti nu als aangever en El Amadi scoort. Staat helemaal vrij, niemand bij hem. Dan denkt hij, prima, dan loop ik toch door. En dan is het zo heel makkelijk. Matthijssen. Pelle! Daar is hij dan! Graziano Pelle! Doelpunt nummer 22 in een wedstrijd waarin het zo moeizaam gaat voor Feyenoord. Maar daar is hij weer. Eindelijk is de voorzet vanaf de flank een keer goed, nu van Matthijssen. En Feyenoord staat met 1-0 voor. Hier aan de buitenkant. Dat is een mooi balletje. En dat is 1-0 voor Feyenoord al heel vroeg. Keurig afgemaakt door Bruins. Maar wat lag daar een ruimte in het centrum. Wat loopt Bruins daar keurig in. En maakt daar dankbaar gebruik van de prachtige paas van Landsaar. En zo heeft Feyenoord een forse opsteker al snel in de wedstrijd. Geen buitenspel. Mooi met de buitenkant gegeven. Ja, laat dit dan maar verder aan Bruins over. Bourgeois is volkomen kansloos. Het kijken van Landsaar naar kijken en doen, dat zijn twee verschillende dingen. Landsaar verenigt ze en Bruins maakt het vervolgens prachtig af. 1-0 Feyenoord.